Waar ga je door de bosjes dan? Volgende scooter. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, ik heb inmiddels mijn pak alweer aan, zoals je misschien al hebt kunnen zien. Heb je eigenlijk nog niet kunnen zien in de beelden. Maar goed, we gaan vandaag met de motor. Ik kreeg veel vragen de laatste tijd. Wanneer ga je weer eens een keer op de motor, Jan Willem? Dus het is wel mooi weer, zoals je kunt zien. En ik dacht, doen we even een dienstje op de motor. Het is vandaag zondag. Het is zondag. En we gaan de avonddienst draaien, dus tot 11 uur vanavond. Ik moet straks weer eventjes natuurlijk naar de briefing. Even een mail lezen, van een paar dagen vrij geweest, in ieder geval niet aanwezig. Om te kijken welke dingen ik nog mee moet pakken. Maar voor nu gaan we even de motor klaarzetten. Dat we in ieder geval al uit kunnen rukken als de meldingen binnenkomen. Goedemiddag. Hoi. Is er een rijbewijs bij u? Nee. Is u nu bij u? Heeft u wel een rijbewijs? Ik heb wel een rijbewijs, maar... Oké. Okay. Dat was de reden dat u kon bellen was? Nee. Die heeft tijdelijk gedaan. Maar die werkt helemaal niks, man. Hij staat wel op deze Bluetooth niet ineens. Dat zie ik nu ook. De bestuurder viel op omdat hij mobiel bellen was tijdens het rijden. Nou, na controle bleek ook dat de achterverlichting kapot is. In ieder geval de zaken afgehandeld. Gaan we weer verder. Op de snelweg tref ik dit voertuig aan die niet zoveel mogelijk rechts houdt op de snelweg. En dat is best wel een irritatiepunt van veel weggebruikers. Inmiddels probeer ik rechts van de bestuurder te rijden. Dan geef ik inmiddels handgebaren aan dat hij zoveel mogelijk rechts moet houden. Nou, uiteindelijk na een aantal kilometer begrijpt de bestuurder het kennelijk nog steeds niet. Dus we nemen even mee de controle. En als het goed is, heeft u bij een rijbewijs geweest zoveel mogelijk rechts te houden. Je kunt ook de parallel volgen, dan kunt u straks weer erop. Ja? Okay. Succes. Hey, fijn dag. De dienst is tot nu toe erg rustig. Ik ging speciaal voor jullie even een keer weer op de motor om een motorvlog te maken. Maar ja, helaas qua meldingen valt het nog een beetje tegen. Wel een aantal brommies gecontroleerd, wat voertuigen gecontroleerd. Nou, er was alles een paar kleine dingetjes na eigenlijk allemaal in orde. Maar nu komt er een melding binnen. Ik heb zojuist namelijk even vergeten. Nu is het bijna 6 uur namelijk. Of het is 6 uur geweest, zie ik. Maar nu komt er een melding binnen van een vermissing. Dus vader en moeder gingen naar huis met twee kids en onderweg zijn ze die twee kids kwijtgeraakt. En ze zijn zeer jong, dus met alle eenheden gaan we even die kant op om in ieder geval het verhaal aan te horen bij de meneer en mevrouw. Maar ook met gelijk met een aantal collega's en omgeving te gaan zoeken. Dus we gaan even opstappen in de motor, collega's zijn onderweg, gaan we die kant op. Zo, het brilletje op voor de zon. Stap even af voor die video. Maar zo snel kan het gaan. We gingen naar die melding van een vermissing van twee minderjarigen. Uiteindelijk onderweg naar de melding hebben de ouders in ieder geval de twee kids weer aangetroffen. Dus de meldkamer gaf net door dat het niet meer nodig is. Er gaat nu alleen nog één auto richting de meneer en mevrouw. Om toch nog even verhalen aan te horen wat er gebeurd is. Om uit te sluiten dat er misschien toch nog rare dingen zijn gebeurd. In ieder geval kunnen we dat uitsluiten. Dus die gaan daar nu nog heen. En gaan wij weer verder met de dienst. Nou, het doet er zo in spreken. We krijgen juist een melding dat we moeten uitkijken naar een Volkswagen Polo. En die zou de snelweg opgereden zijn met een lekke band. En echt was gek op de snelweg rijden. Dus we zijn nu even op meerdere posities aan het uitkijken. En wie weet komt hij langs en dan misschien nog tegenkomen. Goedemiddag, avond, sorry, excuus. Is er een rijbewijs bij u?
Hey, bent u de eigenaar van de boot? Nee. Ah, wie is de eigenaar? Nee, de reden van de controle is, er worden ook heel veel boten gejat. En die gaan er gewoon over de snelweg via boten, of via boten, via de snelweg worden die gewoon wegvervoerd. Ja. Dus ik check even of alles in orde is. Helemaal goed. Ik zo weer terug. Ja. Zoals bij de bestuurder al aangaf, was het puur een controle van de boot. Verder niks verkeerstechnisch. Alles ook verder netjes in orde, gaan we daarna ook weer met vervolg. Net als ik weer wegrijd bij het tankstation, komt deze meneer uit de bosjes lopen. Dus we gaan even in gesprek. Hier door de bosjes? Ja. Ik moest sigaretten even betalen bij de pomp. En hoe ga je terug? Waar ga je door de bosjes dan? Ja, daar bij het hek. Ja, hoe ver is dat? Dat is hier alleen daar. Ja, dat zag ik net niet. Bij die elektrische dingetjes. Oké, nou. Dus daar is de sigaretten van. Succes. Nou, het blijkt om een paardje te gaan dat achter het tankstation loopt. Dat eigenlijk natuurlijk is ontstaan, een soort sluiproute naar het tankstation. Uiteindelijk gaan we ook weer door naar een volgende melding. Ondersteuning aan collega's. Die willen zojuist bij iemand een motorscooter in beslag nemen. En de meneer heeft gezegd, op het moment dat je dat doet, gaan wij ervoor zorgen dat het niet lukt. Dus uiteindelijk met meerdere collega's te plaatsen, dan is de druk toch wat hoger. En nemen we de motor in beslag voor onderzoek. En zal later nog even vertellen wat de reden daarvoor was. We zijn inmiddels weer even aan het bureau. We hadden een aantal meldingjes gehad, tenminste meldingjes. Controles waren het meer. We hadden natuurlijk even de aanhanger op de snelweg met die boot erop. Meer ten controle van klopt het met die boot, is het niet van diefstal afkomstig. Nou, verkeerstechnisch was alles netjes in orde als je het hebt over de wegenverkeerswet en de aanhanger en dergelijke. Dus daar waren geen bijzonderheden aan. Verder nog even, ik had nog een controle, ik weet eigenlijk niet meer van wat. Nou ja, goed, dan moet ik even terugkijken, dan met dat inspreken, ik weet het nu al niet eens meer. Maar uiteindelijk als laatste hadden we nog zojuist een melding. Collega's hadden namelijk een meneer staande met een motorscooter waarmee gerommeld was met het kentekenplaat. Nou, er was nog wat meer informatie bekend. En uiteindelijk in combinatie daarvan hebben we besloten de motorscooter voor onderzoek mee te nemen. Zoals hij is in beslag genomen. En die meneer die zei daarop van nou, die motorscooter gaat niet mee, want dan moeten jullie mij ook meenemen. Dus toen zeiden mijn collega's, nou ja, prima, dan vragen we wat ondersteuning erbij. En uiteindelijk waren wij dan met meerdere politieagenten. Toen was meneer toch zoiets van, nou, ik geef mijn spullen maar mee. En de motor is in ieder geval nu met de politie mee. En er wordt onderzoek aangedaan en wordt later gekeken of er nog een procesverbaal of iets dergelijks te volgt. We zijn nu even van het bureau, het is nu 8:30. Ja, wat dat betreft verder nog een beetje rustige dienst. Collega's hadden ze juist, en ben nog even op meegereden trouwens, een melding dat er een meneer op de rijbaan zou lopen. Nou, dat hebben jullie inmiddels gezien. Dat blijkt een verdwaalde toerist te zijn die geen woord Engels of Nederlands spreekt. Uiteindelijk blijkt hij hier in het hotel te zitten. Dus zijn met de meneer even naar het hotel om zijn paspoort op te halen, even dingen te controleren. En hopelijk met een tolk uitleg te geven dat lopen op de weg hier in Nederland niet is toegestaan. En dan gaan wij nu even naar binnen, even water drinken, even chillen en dan gaan we straks weer verder de dienst doen. We zijn inmiddels weer buiten. Zie ik net een scooter rijden die me voorbij komt rijden die achterop geen kentekenplaat heeft. En we gaan er achteraan. En zoals je hier in de verte ook een beetje kunt zien, hij heeft al een aardige voorsprong. Gaan kijken of we hem erbij kunnen halen. Achtervolgende scooter. City Plaza. Beeld een beetje slecht gezien, maar ik kan vanaf de motor net aan het einde bij de flat zien dat hij nog links afslaat. Dus van die kant. Vandaan, dus ik denk dat hij ergens woont. Ja,
Jullie konden het al lezen, we hebben de scooter helaas niet meer aangetroffen. Dit keer heeft de verdachte nog gevonden, zoals ze het soms wel zeggen. Inmiddels zijn we ook door naar een andere prio-melding. Zou gevochten worden op straat met meerdere eenheden met toestemming onderweg. En als ze eenmaal ter plaatse komen met meerdere eenheden, is het gelukkig weer rustig. En komt er ook weer een volgende prio 1 melding binnen. Het betreft een aanrijding met een zwaar ongeval, of zwaar letsel in ieder geval. Dus ik ga bij die andere melding weg, collega's redden het daar en we gaan met prio 1 onderweg. We zijn weer even aan het bureau, we komen zojuist met die aanrijding vandaan. Wij gaan hier het bureau in ieder geval de administratie afdoen. Ter plaatse zijn nog steeds collega's aanwezig die samen met de FOA onderzoek gaan doen. Om te kijken hoe het ongeluk mogelijk plaats heeft kunnen vinden. Dus er wordt onderzoek gedaan naar de brommer of de motor. En er wordt onderzoek gedaan natuurlijk naar sporenbeeld en alle zaken die we daar kunnen aantreffen. In ieder geval de twee heren zijn naar het ziekenhuis vervoerd. En wat ik begrepen heb van de arts en de ambulancepersoneel die te plaatsen waren, ziet het er niet goed uit. Eentje heeft waarschijnlijk zware hersenletsel opgelopen. Er zat ook heel veel bloed en plakaten. Dat zag er niet al te best uit. Die andere had ook heel veel open botbreuken. In ieder geval rondom de middenwerf. Dus het zag er wat dat betreft allemaal niet heel erg goed uit. Dus die zijn allebei met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. En daar zullen ze het verder in het ziekenhuis afhandelen. Rare zinskeuze, maar goed, die gaan ermee verder. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Ja, wij gaan nu de administratie doen. Zullen voornamelijk dus het technische verhaal achter het ongeval gaan onderzoeken. En we moeten nog even de familie in kennis stellen van één betrokkenen. En eentje is al wel gelukkig, de andere helaas nog niet. Dus het gaat nu een oud van de nachtdienst naar, want ik krijg telefoons niet te pakken, naar het adres van de ouders om daar het nieuws mede te delen. En dat was eigenlijk het einde van de vlog ook alweer, met een wat nare afloop. Dus wij gaan nu even de administratie doen. Het is nu inmiddels al 1 uur, moet ik wat tikwerk doen en dan gaan we richting huis. Ja, dan bedank ik jullie in ieder geval wel weer voor het kijken naar deze video. Laat nog even een duimpje achter wat ik af en toe hoor. Hij moet niet blauw zijn, nee dat klopt. Voorheen was hij altijd geloof ik blauw, of als je erop klikt wordt hij natuurlijk blauw. Dus vandaar zeg ik altijd, doe even een blauw duimpje als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie de volgende video weer. Later! We'll be right back.